Ik ben hier in de Tweede Kamer vandaag en het is 20 juni. Nog steeds bezig in zaken het Scheveningse gevangenisziekenhuis en de fraude gepleegd door de inspectie Justitie en Veiligheid en het ministerie van VWS. Er is heel veel nare dingen zijn. Is er aan de gang eigenlijk? En ja, ik moet het ook een beetje aankaarten aan de politici, aan de verschillende politieke partijen. Want als er mensen in gevaar zijn, dan moet er ingegrepen worden. Dat ben ik van mening eigenlijk. En de politiek zegt dat wel, maar dat ze dat dan doen, dat ze ingrijpen. Maar dat doen ze dus in mijn geval niet. Ik sta hier trouwens, ik heb begrepen dat ik hier bij de beveiliging in de boeken sta als een gevaarlijke eenling. Nou, heel erg bedankt Pieter Jaap Aalbersberg, H.P. Schrijnenmachers en David Berg van de NCTV. Mede dankzij jullie sta ik zo in de boeken als een lone wolf. Dat ben ik helemaal niet. Ik was en ben eerlijk en ik wil dat de corruptie wordt aangepakt. Ook dat de valse aangifte van Henk Corvinus, de inspecteur-generaal, dat ook even wordt onderzocht. Henk Corvinus heeft aangifte tegen mij gedaan, waardoor ik onschuldig in de gevangenis belandde. Nou Henk, shame on you. 20 juni 2022, Tweede Kamer, Den Haag, vandaag.